Iets wat ik altijd al heel leuk heb gevonden is het opruimen van mijn kledingkast. Het is niet zo dat het altijd een rommeltje is en dat het per se opgeruimd moet worden. Het is eerder echt een zenmomentje voor mij, want ik vind het gewoon heel erg prettig om ermee bezig te zijn. Soms haal ik alles eruit, reorganiseer ik het. Soms zoek ik mijn kledingstukken uit van wat ik wel wil houden en wat ik niet wil houden. En soms vind ik het gewoon leuk om ermee bezig te zijn. Ja, je kan het een hobby noemen, je kan het een me-time momentje noemen. Het is een combinatie van verschillende dingen. Maar ik dacht, laat ik een video maken omtrent mijn kledingkast. Niet per se wat de inhoud is, maar meer wat ik allemaal doe om een zo georganiseerd mogelijke kledingkast te hebben. Ik moet zeggen dat ik altijd wel een relatief kleine kledingkast, kleine kledingcollectie heb gehad. Of nou ja, het is voor iedereen natuurlijk weer anders. Maar het is niet zo dat ik een hele kleedkamer heb of meerdere kasten. Toen ik thuis woonde had ik op zich wel aardig wat kleding. Ik had meerdere plekken waar ik mijn kleding kon opbergen. Maar toen ik uit huis ging, werd mijn collectie steeds kleiner en kleiner. En wilde ik eigenlijk alleen maar een garderobe hebben met items die ik ook vaak draag. Om even een idee te hebben hoe mijn kledingkast eruit ziet. We hebben hier een pakskast. Achter die twee deuren is de kledingkast van mijn vriend. Hier is nog een extra kast met andere opbergruimte. Het is onder andere tassen. En dit is dan mijn gedeelte. Ik heb hier wat items hangen. En onder hebben we lades. En boven op de kast hebben we ook nog bakken met seizoenskleding. Ik denk dat ik wel relatief tevreden ben met mijn kledingstijl. Maar ik denk dat ik altijd wel zoekende zal zijn naar kledingstukken die daadwerkelijk bij me passen. Waar ik me comfortabel in voel. En soms voel ik me de ene dag heel chill in een bepaald kledingstuk en de andere dag iets minder. Maar dit zal denk ik wel een voortdurend proces zijn, want ik ben ook maar een mens. Ik verander ook van interesses. Maar ik probeer het wel zo tijdloos mogelijk te houden. Ik ben altijd al niet zo trendgevoelig geweest. Hier en daar zijn er misschien wel trendy items die ik daadwerkelijk leuk vind. Maar het is niet zo dat ik op basis van een trend mijn kledingstukken echt uitkiezen, want ik heb ook wel dingen in mijn kledingkast hangen die ik nu al een aantal jaar heb en die ik tot de dag van vandaag ook nog hartstikke leuk vind. Maar ik heb laatst iets toegepast of iets uitgevoerd wat zo erg voor mij helpt als het gaat om selectiever zijn met mijn kleding. Ik denk ook altijd van hey, ik heb niet genoeg outfits, ik heb geen leuke outfits of ik heb überhaupt niet leuke kledingstukken. Dus wat ik ben gaan doen, ik ben voor 2 weken lang outfits voor 2 weken gaan samenstellen met kledingstukken die ik heel lang al in mijn kast heb hangen of waarvan ik twijfel of ik het nog wilde houden. Op het moment dat ik het aan had, ging ik bij mezelf echt na, vind ik het leuk staan? Voelt het als mij? Weet je, voel ik me er prettig in? Wil ik het nog houden? Ga ik het in de toekomst nog vaker aandoen? En als dat allemaal niet het geval is, kan het weg. En het is heel erg efficiënt, want je hebt al gewoon je outfit voor de hele week, bij wijze van spreken, bepaald. En hoef je daar niet meer zorgen over te maken. Dus dat is ook heel erg fijn. En ik heb ook een kledingrek in deze kamer staan. Dus die gebruik ik dan voor zulke dingen. Dan kan ik daar alle outfits al op voorbereiden. Ik heb een periode gehad dat ik alleen maar beige items wilde dragen. Wit, beige, alleen maar lichte tinten of ja, aardetinten. En ik merk dat ik dat nog steeds wel leuk vind. Maar waar ik de laatste tijd ook heel erg veel interesse in heb, is dat de kleurenanalyse. Van wat voor kleur het beste bij jou past. En ik moet zeggen dat ik het nog steeds wel heel erg lastig vind. Ook al weet ik er nog niet heel veel van af, toch merk ik wel heel snel welke kleuren ik meer kan hebben. Dus wanneer ik ook nieuwe kledingstukken aanschaf, probeer ik dat wel in mijn achterhoofd te houden. Van oké, is dit een kleur die mij zal staan? Dan koop ik het ook. En anders laat ik het gewoon voor wat het is. Want bepaalde kleuren die ik sowieso nooit koop en wat je ook nooit in mijn kledingkast zal vinden, zijn neonkleuren.
Misschien kan ik hier en daar wel wat neon hebben. Misschien oranje. Ik weet het niet zeker. Maar ik hou gewoon niet van neon kleuren in kleding in ieder geval. Wit zal je mij ook niet meer snel inzien. Ik heb hier en daar wel wat wit, maar het ligt er ook aan. Soms vind ik het mooi, soms vind ik het niet mooi. Opvallende kleuren, echt hele felle kleuren, daar zul je mij ook niet mee zien. Rood weet ik niet. Ik vind rood persoonlijk niet echt een hele mooie kleur. Maar bijvoorbeeld bordeauxrood vind ik dan weer wel mooi. Ik heb daar niks van, maar ik heb wel heel veel bruine. Wacht, we gaan gewoon eventjes mijn kast in. Dit gaat wel richting de beige crème, maar het heeft toch nog wel iets warms. Hier hebben we wat grijze en ja, het is een beige grijze kleuren. Dus dit zijn wel de kleuren die ik graag draag. Hier hebben we wat lichtere kleuren. Ik merk ook dat ik heel wat blouses en flannels heb. Deze heb ik bijvoorbeeld echt al jaren. Alleen, ja, dit is echt zo'n kledingstuk waarvan ik denk, moet ik er afscheid van nemen? Ja of nee? Ik pak hem wel nog regelmatig, maar ik ben er wel aan de andere kant een beetje op uitgekeken. Hier hebben we ook wat lichte tinten. Donkere. Dus je ziet wel voor wat voor kleurenpalet ik ga. En dan hebben we hier wat kleur. De enige kleur die ik eigenlijk hier in mijn kast heb. Ik heb denim. Ik vind denim wel leuk. Maar ik moet er in de stemming voor zijn. Dan hebben we hier een lichtblauwe. Ook wat donkergrijs. Groen. Deze kleur groen vind ik ook heel leuk. Een beetje dat sage green. En zwart is altijd safe. Dus daar heb ik ook een aantal items van. Maar ik denk dat ik het vaker ga doen. Dat ik outfits ga samenstellen met items die ik niet vaak pak. En wie weet kom ik wel achter nieuwe samenstellingen van outfits. Vind ik weer opnieuw de liefde in bepaalde kledingstukken. Dat zou ook wel leuk zijn. Want uiteindelijk heb je wel genoeg kleding. Of in ieder geval ik. Want ik ben mijn kledingkast niet ingegaan. Want ik had alles al klaar gehangen. En als je dan nu zo kijkt. Ja, ik heb genoeg kleding. Ik ben nu ook heel erg geneigd om nieuwe items te kopen. Omdat ik mijn stijl aan het herontdekken ben. Maar aan de andere kant houdt me wel een beetje tegen. Want ik wil eerst eigenlijk zoveel mogelijk uit mijn kledingkast hebben. Voordat ik nieuwe dingen aanschaf. Want ik heb ook een regel met mezelf. Wanneer iets erin komt, moet er ook iets uit. Maar eerst gaan we gewoon alles eruit gooien. Voordat ik überhaupt iets nieuws ga kopen.